Meespelen met de Nationale Loterij, dat is de kans om jouw droom in vervulling te zien gaan. Als ik de lotto win, dan koop ik een nieuwe auto. Dan koop ik een oude boerderij om daar bejaarde mensen en mensen met een beperking in op te vangen. Dan stop ik met werken, ik koop mijn camper en ik trek naar de zon. Dan zal ik mijn eigen autogarage starten. Klinkt niet slecht, maar wist je dat je als speler ook de dromen van jonge ballerina's kan waarmaken? Zoals die van Anaïs bij Opera Ballet Vlaanderen. Hey, dag Anaïs. Hey, hallo. Ik vind het daar komen. Je bent al bezig met de opwarming. Ja. Het is een beetje repetitie. Dus. Ah, vandaar. Hoe is dat voor u om mee te dansen in zo'n grote voorstelling? Dat is heel tof, hè? Het is een voorstelling in twee stukken. We hebben Tempus Fugit van Johan Inger en Fieter Prosch van Jan Martens. Het is eigenlijk gewoon super tof omdat er een hele leuke samenwerking was tussen de choreograaf en de dansers. Ik weet dat ze op jou aan het wachten zijn voor de repetitie. Ja. Dus Anaïs, veel succes. Ik ga je laten en ik ga stiekem meekijken vanuit de zaal. Dat vind je niet te horen. Tot straks. Dag Jan. Hallo, wat vind je ervan? Ja, heel mooi. Ja, en dit is nog maar een repetitie, dus de voorstelling die zal nog vanavond beter zijn. De generale repetitie Tempus Fugit gaat morgen hier in de Singel in première. Een belangrijk moment. En ben jij een beetje zenuwachtig? Ik ben altijd een beetje zenuwachtig voor de première. En wat vind jij zo fantastisch aan opera en ballet? Oh ja, toen ik dan voor het eerst een operavoorstelling bijwoonde, was ik daar zo door gefascineerd. Die mensen die zonder micro zingen, die zonder versterking gewoon een hele zaal kunnen vullen. En vinden jonge mensen makkelijk de weg naar operaballet? Bij jonge mensen zetten we in op talentontwikkeling, op inclusie, diversiteit en nieuwe publieken brengen naar de opera. We hebben naast opera en ballet een derde programmapijler gecreëerd. Die heet Vonk. En dus eigenlijk daar dat de vonk moet overspringen. En het is voor ons geweldig dat het met de hulp van de spelers van de Nationale Loterij is, dat die projecten vaak worden mogelijk gemaakt. Hoe is dat bij jou ontstaan, die liefde voor ballet? Goh, ik denk dat dat zo ieder klein meisjesdroom zo'n beetje is om zo ballet te gaan doen. Toen ik in het middelbaar zat, ging ik wel altijd met mama zo kijken naar voorstellingen. Ik weet nog dat als je zo toekwam in de foyer, stond er altijd zo'n doosje met allemaal points in, gesigneerde points van de dansers die meededen. En dan ging ik altijd zo'n paar points kopen als ik ging kijken. Wat hoop jij nog met het OBV te kunnen bereiken? Veel hopelijk. Ik denk dat het super zou blijven om hier te kunnen blijven dansen in eerste instantie. En gewoon dat we heel veel gevarieerde dingen doen zoals dat we nu doen. We werken met super veel toffe mensen samen. Dus ik denk dat als dat allemaal blijft doorgaan, zodat doorgaat dat ik een gelukkig mens ben,